Adrie Poldervaart, als je op 20 seconden na een punt overhoudt aan het duel bij AZ, dan moet je hier met een ongelooflijk rotgevoel staan. Ja, dat is een gevoel wat niet te beschrijven is. Een terechte overwinning voor AZ, maar dan 20 seconden voor tijd, ja, dat doet heel veel pijn. Toch had Excelsior het verdedigend wel redelijk aardig voor elkaar deze wedstrijd. Jawel, maar ik heb een elftal gezien wat enorm gestreden heeft. Daar krijgen ze de complimenten voor. En dat moeten wij ook. Dit moeten we altijd doen. Dit moet je altijd opbrengen met elkaar. Ja, dan is het zo spijtig dat je dan net in die laatste seconde die goal tegenkrijgt. Dat vond ik ook wel juist, ja, hoe wrang het ook is, zo'n nederlaag vlak voor tijd. Ook wel een fijn gevoel zijn ten opzichte van de wedstrijd van vorige week bij PSV. Ja, wel, maar PSV is, calculeer je in dat je gaat verliezen. Terwijl ik altijd nog, elke wedstrijd heb je een kans. En dan hoop je daar met misschien een geniepig gelijkspel weg te gaan. Deze wedstrijd ga je hetzelfde in, want AZ is gewoon een kwalitatief gewoon goede ploeg. Nou ja, dan kom je prachtig op 1-0, nog een schot van Fortes. Zij krijgen ook wel kansen, dan een blok van Matthij. En die valt dan daar, precies bij Til valt hij, nou 1-1 vlak voor de rust. Nou, op tweede helft hebben ze gestreden voor wat ze waard zijn. En dan krijg je nog die voorzet van Burnett, hè, die bijna wordt ingeleverd door Omerson volgens mij. En zij hebben ook kansen gehad, absoluut. Alex hebben een hoop uitgehouden. Ja goed, en dan ga je naar die laatste minuut en dan hoop je dicht te houden. Je ziet die klok weglopen. Ja, en dan gebeurt het net niet. Ja, dat is zo ontzettend wrang, Dennis. Dat is niet te beschrijven. Toch, we zeggen nu ook verdedigend, stond het goed, compact. Die gaf, er waren wel wat kansen, maar ja, Excelsior dat wat dat betreft al redelijk voor elkaar. Aanvallend was het wel heel anders vandaag. Ja, nee, maar dat komt, daar gaan we weer, mede door de druk van AZ. En dat heb ook te maken, vond ik, dat wij aan de bal gewoon regelmatig slordig waren. We leven hem veel te snel in. En als je natuurlijk verliest, dan dat is het verhaal. Wij kregen steeds te horen van ja, maar het voetbal is zo leuk. En door het voetbal, door het voetbal hebben wij nogmaals niet de tegendoelpunten gekregen. Ja, mensen koppelen heel snel, proberen ze dingen aan elkaar te koppelen, maar dat is het verhaal niet. Hierdoor, omdat je verliest, ga je wel steeds wat minder doen aan de bal. Want ja, als wij een bal verliezen en hij gaat erin, dan zeggen ze, had hem nou maar weggeschoten. Ja, dat is te makkelijk. Dus wij moeten in onze kracht blijven spelen, dat is voetbal. Daar moeten we nog steeds naar zoeken. Maar dat was vandaag mede door de druk en ook door de slordigheid van ons, was dat niet aan de goede kant, nee. Ik zit me een beetje af te vragen, wat voor gevoel je nou eigenlijk overhoudt aan deze wedstrijd? Je verliest vlak voor tijd, toch heb je de rug gerecht weer als team gespeeld. Ja, hoe zit het bij jou? Nou, een ontzettend klote gevoel. Een klote gevoel. Jongens al een punt verdiend. Klaar. Volgens dan, ja, als je kijkt ook naar AZ, veel hoekschoppen gehad, net als vorig seizoen. Meerdere kansen gehad, daarom met nog twee geweldige reddingen. Ja, nou ja, maar dat is het verhaal. Dat was vorig seizoen, die ballen gingen er dan niet in. Of onderkant lat eruit, of noem maar op. Nu hebben Alex gered, ze missen ook een keer Til, geloof ik, van dichtbij. Dus het zat wat dat betreft allemaal mee. Nou, dan gaat het nog om 30 seconden. Nou ja, dat is ons dus dat is ons niet gegund. Je zegt Ryan Koolwijk net, we zitten niet in onze beste fase van dit seizoen. Hoe zie jij dat? Dat is absoluut zo. Alleen als je natuurlijk nagaat, we spelen vanaf Ajax. En dan na de winterstop met Vitesse en dan, ik geloof, Fortuna en dan geloof ik weer, spelen we wel gewoon tegen heel de top 7. In 9 wedstrijden achter elkaar. In 9 wedstrijden speel je tegen de top 7. Feyenoord komt dan alweer. Dus ja, dat gaat daar maar aan staan. Dat is gewoon kwalitatief hartstikke goede ploegen zijn dat. En als alles een beetje mee zit en je zit in lekkere doen, dan gaat dat wat makkelijker dan als het even wat tegen zit, ja. Wat moet je er dan aan doen om juist uit die, dat negatieve randje te komen? Nou, hard trainen, daar geloof ik in. Dingen laten zien die goed gingen. He, want dat moeten we ook niet vergeten. En blijven strijden en aan blijven geven wat er goed gaat. En proberen wat niet goed gaat weer wat te verbeteren. En daar hebben we, denk ik, vandaag hebben we daar heel veel van gezien wat verbeterd was. Misschien ten opzichte van vorige week. Maar ja, net niet voldoende om een punt hierover te houden.